Minister Antoine Elias van Volksgezondheid is vrijdag ingegaan op diverse vragen die gesteld zijn rond de gezondheidszorg, op een vraag over hoeveel de Cubaanse artsen verdienen. Deelt de bewindsman mee dat het loon $800 per maand is, daarnaast is de huisvesting $2200 per maand, vervoer $300 en een jaarticket $800. De Cubaanse artsen krijgen eenmalig $16.000 voor inrichting van hun woning. De bewindsman had eerder aangekondigd dat voor regionale gezondheidsdienst en de medische zending Cubaanse artsen in dienst worden genomen, het gaat om ongeveer 50 artsen. Daarnaast zullen Cubanen ook invulling geven aan het Wanica ziekenhuis, zij komen deze maand naar Suriname, over de 15 medische studenten die in Servië studeren. Deelt Elias mee dat Suriname zorg draagt voor ticket en eenmalig voor handgeld voor onderweg, eenmaal ter plekke aangekomen, zijn alle kosten voor de Servische regering. Via de niet-residerende ambassadeur, Gardelito Huaque, zijn er wederom 15 beurzen beschikbaar gesteld.